Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weersverwachting van Weerplaza. Het is bovendien de laatste van de meteorologische winter, want volgende week begint maart en voor ons gaat dan de lente alweer van start. Nou, dat zien we ook buiten in de natuur. De dagen worden langer, de zon krijgt langzaam meer kracht. En die hogere zonkracht betekent dat het aardoppervlak wat sneller kan opwarmen en dat buien zich wat beter kunnen ontwikkelen. Dat zagen we bijvoorbeeld gisteren. Er trok een flink aantal buien over het land, waarbij vooral in het zuidwesten her en der ook Hagel en Zeilsboom. Behoorlijk actief onweer voorkwam voor deze tijd van het jaar. Nou, in deze weersverwachting gaan we vooral kijken naar de maand maart en of er al serieuze kansen liggen op lenteweer. Die signalen zijn er wel en hoe dat precies uitpakt ja, moeten we natuurlijk afwachten, maar in deze video gaan we daar wel nader naar kijken. Nou, voorlopig is van lente nog geen sprake. Er tollen nog steeds verschillende lage drukgebieden in onze omgeving rond en dat zorgt voor wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd regen, vooral zondagavond en maandag kan het lange tijd behoorlijk doorregenen. Daarna zien we langzaam aan de invloed van hoge druk wat meer toenemen. Dat zal in de loop van komende week gaan gebeuren. Niet alleen boven onze omgeving, maar ook richting Centraal-Europa en Noord-Europa krijgen hoge drukgebieden voor zich te gaan wat meer de overhand. Zones met bewolking en neerslag worden steeds verder naar het oosten en naar het westen op de oceaan weggedrukt. En daardoor krijgt bij ons de zon langzaam meer ruimte en wordt het dus allemaal wat stabieler. Nou, in eerste instantie hebben we komende week dus nog wel te maken met lage druk. Dat zien we ook mooi op deze kaart. Een zone met lage druk vanaf Groenland-IJsland, lopend tot over West-Europa richting de Middellandse Zee, is eigenlijk ingeklemd tussen twee hoge drukgebieden. Enerzijds boven het noordoosten van Europa, en anderzijds helemaal op de oceaan. En dat zien we ook mooi terug op deze hoogtekaart. Twee grote hoge drukgebieden boven Europa, met daartussenin dus een trog, zoals we dat ook wel noemen. Met storingen en dus van tijd tot tijd buien of regen. Maar langzaamaan gaan die hoge drukgebieden dus meer en meer de overhand krijgen. Nou, in eerste instantie heeft die laag druk nog wel. Tot gevolg dat het behoorlijk wisselvallig is. Met name het eerste deel van komende week zal dat het geval zijn. En dan zie je al dat wij wel een beetje op de grens komen te liggen van die wisselvalligheid. Vooral ten westen van ons, waar dat, hoge, waar dat lage drukgebied zich het meest uh, prominent opstelt, daar valt ook de meeste neerslag. Boven Engeland en in het westen van Frankrijk kan dat zomaar een millimeter of 40 meer zijn dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Ook oh, bij ons valt in eerste instantie nog neerslag, maar in de loop van de week breidt dat hoge drukgebied boven het noordoosten van Europa zich langzaam uit. En dan zien we die oranje kleuren dus ook al dichterbij komen. Overal zal het qua neerslag dus best een normale week worden volgende week, met de meeste regen in de eerste helft van de week en daarna geleidelijk steeds lagere regenkansen. Nou, op, de pluim zien, op de pluim zien we dat ook mooi terug. Vooral maandag kan regionaal een vrij natte dag worden. Dinsdag springt eruit, dat is een droge dag. Daarna wordt de neerslag wat meer buiig van karakter. Dat zien we ook aan die gele pieken. Die komen wat hoger, maar dat zijn dus buien. Dat zullen dus vooral lokale neerslaghoeveelheden zijn. En in de loop van de termijn neemt de neerslagkans vervolgens weer af. En krijgen we echt met een hoge drukgebied te maken, zoals het er nu naar uitziet. Dat is deze kaart, de week daarna, de tweede week van maart eigenlijk. Dat hoge drukgebied lag al boven het noordoosten van Europa, breidt zich steeds verder uit richting onze omgeving. En dat betekent dat het stabieler wordt in de tweede week van maart, maar ook dat de temperaturen langzaam wat omhoog kunnen gaan. Zeker als dit hoge drukgebied een uitloper weet te plaatsen richting het oosten en zuidoosten van Europa. In dat geval. Draait de wind bij ons namelijk naar een zuid- tot zuidoostelijke richting, met dus de aanvoer meer vanuit het zuiden van Europa. En dat heeft hogere temperaturen tot gevolg en wellicht dus ook steeds meer ruimte voor de zon. Nou, dat zien we ook duidelijk op de temperatuurkaart voor de tweede week van deze verwachting. Veel rode kleuren boven Centraal- en West-Europa. Met temperatuurafwijkingen van ruim 3 graden in grote delen van onze omgeving. Nou, normaal gesproken moeten we in de tweede week van maart denken aan een graad of 8, 9 overdag en temperaturen van 3 graden boven 0 in de nacht. Maar in zo'n scenario zou het best wel eens een keer 15 graden of Celsius meer kunnen worden in de middag. Zeker wanneer er een zuidelijke stroming opsteekt en dus vrij veel ruimte zal zijn voor de zon. En dan kunnen we het in deze periode op sommige dagen best wel een beetje lenteachtig noemen. Ik denk dat veel mensen daar ook wel aan toe zijn na alle regen van niet alleen de afgelopen weken, maar eigenlijk zelfs van de afgelopen maanden. Want veel zon hebben we natuurlijk niet gezien de afgelopen tijd. Pakken we de pluim erbij, dan zien we dat de temperatuur voorlopig ja, heel stabiel is. Rond de graad of negen overdag. En tijdens de nachten, met name na maandag, kan het wel eens in de buurt van het vriespunt komen. In het binnenland levert dat soms ook wellicht een graadje vorst op. In de loop van volgende week dan loopt die temperatuur langzaam op. En kijken we dan tot het einde van de termijn, dan zien we dat vooral de onzekerheid wat hoger komt te liggen. Tot ruim 15 graden, wellicht tot 17, 18 graden een keer. En in het zuiden en zuidoosten van het land is dat nog meer. De eerste members, de eerste leden van dit ensemble gaan zelfs naar 20 graden al richting half maart. Nou, dat is natuurlijk nog heel ver weg en gaat uitsluitend nog om de onzekerheid. Maar het is wel een duidelijk signaal dat er langzaam wat warmere lucht um, Europa binnenstroomt met dus ook meer kans op zon. Niet alleen dat. Maar ook dus veel lagere neerslagkansen. En dat zien we mooi terug op deze kaart. Voor de tweede week van maart, diezelfde week dus als waar we net de luchtdruk en de temperatuur voor zagen. Veel oranje kleuren. Dat betekent dat het nou overwegend droog niet direct wordt, maar dat het wel een stuk droger zal zijn, ten opzichte van het langjarig gemiddelde. En dat er dus een aantal droge en wellicht ook vrij zonnige dagen bij zullen zitten. Maar dat heeft ook een keerzijde, want het zeewater is natuurlijk koud en dat betekent dat vooral in de kustgebieden soms ook kans op mist zal zijn vanaf zee. Typisch voor deze tijd van het jaar, voor het vroege voorjaar. En dat zal zeker in zo'n situatie heus wel af en toe gaan plaatsvinden. Kijken we dan nog even een weekje verder, richting half maart, richting de tweede helft van maart zelfs, dan zien we dat de signalen voor dat hoge drukgebied boven Noordoost-Europa langzaam toch wat gaan afnemen. Het hoog boven het noordwesten van Europa en richting Groenland, dat blijft wel in stand. En tegelijkertijd komen lage drukgebieden vanuit het zuidwesten weer wat dichterbij. Dat betekent dat richting half en eind maart de wisselvalligheid voorzichtig weer wat kan gaan toenemen. Maar wanneer lage drukgebieden ten zuidwesten van ons blijven liggen, steekt wel nog steeds van tijd tot tijd een zuidelijke stroming op, met dus de aanvoer van vrij zachte lucht. Misschien tegen die tijd al zelfs vrij warme lucht op een enkele dag. En dat zien we ook terug op de temperatuurkaart voor die periode. Rode kleuren blijven in grote lijnen overheersen. Niet alleen bij ons, maar ook richting het centrale en oostelijke deel van Europa. En ook zeker boven het zuiden van Europa. Dat betekent dat maart er voorlopig behoorlijk zacht uitziet. Met de eerste dagen dus vrij veel wisselvalligheid. Dat zal het begin van komende week zijn. Maar in de loop van de tweede week van maart wordt het stabieler met meer hoge druk, meer ruimte voor de zon en wellicht dus ook een eerste keer echt lenteweer. Ik wens u voor nu een goed weekend.